Geen verrassingen op speeldag 6, wel een opvallend zware overwinning voor OH Leuven. Dit is Lotto Super League Rewind. Vorige week stoten Genk en Anderlecht door in de beker van België. Genk scoorde maar liefst 32 keer, iets wat tegen koploper Anderlecht iets moeilijker zou zijn. Maar Genk komt wel goed uit de startblokken. Na 12 minuten komen ze voor na knullig uitvoetballen van Duizer. Petrie neemt het cadeautje in dank aan. 1-0, de vervangster van de geblesseerde Odeurs gaat compleet de mist in. De thuisploeg kan de verdiende voorsprong niet lang vasthouden. Bijna meteen na de aftrap komt Anderlecht opzetten. Hij knalt Marie Minnaert de gelijkmaker heerlijk tegen de touwen voor Minnaert, al haar zesde van het seizoen. Het blijft een evenwichtige partij, maar ook als Van Zeist blundert in het uitvoetballen, neemt ook Anderlecht dit geschenk met plezier aan. Het is uiteindelijk Wijnands die hem binnenlegt voor de 1-2. Het is dus geen al te gelukkige avond voor beide doelvrouwen. De bezoekers hebben het commando nu overgenomen en vlak voor de pauze prikken ze er nog eentje binnen. De Loze legt de bal panklaar voor Thornton die afwerkt en zo gaan we rusten met 1-3. In de tweede helft krijgen we een pak minder spektakel te zien. Anderlecht heeft controle, maar speelt de weinige kansen die het creëert niet goed uit. 10 minuten voor tijd jaagt Van der Zanden een vrije trap geweldig in de kruising. Een fantastische knal. Het geloof in een stunt herleeft weer bij de thuisploeg. En al helemaal als Duisters na een nieuwe vrije trap de kans krijgt 5 minuten voor tijd. Maar haar halve omhaal gaat over. Het zit niet mee voor Genk, want aan de overkant maken de bezoekers in de extra tijd het wel af. Thornton tekent voor haar tweede doelpunt. Anderlecht wint dus, zij het moeizaam, met 2-4 van Genk. Op zich ben ik vooral blij dat we hier die 3 punten komen pakken. En ja, ook uit die moeilijke matchen kun je heel veel zaken uithalen. Dus het hoeft niet altijd een walkover te zijn. Ik denk dat we dit ook eens nodig hebben om bepaalde lessen te kunnen trekken en beter te worden naar de toekomst. Voor Genk mocht het niet zijn, al blikt coach Breipoels toch tevreden terug op deze wedstrijd. Ik vind wel vandaag, of zeker de eerste helft, onze beste eerste helft, dat we ooit tegen Anderlecht gespeeld hebben. Goed voetbal, goede druk zetten. Maar als je die individuele fouten blijft maken, ja, dan kun je niet winnen. Op bezoek in Aalst wil de OH Leuven haar plaats in de top 3 versterken. En in de openingsminuten stuurt Kees de bal diep naar Kator, die voorzet. Maar Engelen voorkomt de toets van Van Kerkhoven. Op het half uur stuurt Eurlings de bal naar Van Kerkhoven, die het van dichtbij probeert met het hoofd, maar Engelen kan klemmen. Met nog 4 minuten te gaan in de eerste helft krijgt Janssens de bal tot bij Kees en die bedankt met de 0-1. OH Leuven mag met een zuinige, maar verdiende voorsprong gaan rusten. Na de pauze krijgen we meer actie. Via de truier legt Van Kerkhoven voor Kranschoff af, die hard en feilloos afwerkt. 0-2, we spelen 49 minuten. Op het uur gaat het plots snel voor de Leuvenaars. Ampoorter pakt uit met een knap afstandsschot. Engelen kan er niet meer bij. 0-3, de boeken kunnen toe voor Aalst. 4 minuten later breekt Van Kerkhoven door. Van Kaasbroek glijdt nog door naar de bal, maar ze kan het doelpunt niet voorkomen. En zo wordt het 0-4. Dan pakt Anne Poorter uit met een replica van haar eerste afstandsschot. En jawel, het staat 0-5. Ook Van Kerkhoven wil nog een doelpuntje meepakken. Ze breekt door en loopt over Engelen de 0-6 binnen. En de pijnlijke middag voor Aalst is nog niet voorbij. Invalster Lamer met de voorzet en Van Kerkhoven kopt vlak voor doel binnen. Haar derde van de middag voor de eindstand 0-7. Tweede helft komen we anders uit de kleedkamer, gelukkig. En dan komt er wat meer direct voetbal. En dan vinden we die pas tussendoor en die lijn tussendoor. Dan komt hij mooi voor en dan is het gewoon iets... Dan krijg je meer kansen en dan is het iets makkelijker om af te werken. Het is een beetje hetzelfde verhaal als tegen Genk. We starten eigenlijk heel goed in de eerste helft. Houden we eigenlijk 45 minuten heel goed stand. En dan komen we uit de kleedkamer en eigenlijk hetzelfde verhaal. Dat we dan eigenlijk volledig wegzakken. Dus we moeten een keer kijken wat er daar eigenlijk ergens gebeurt aan de start van die tweede helft. Want dat is nu al 2 keer dat gebeurt en dan mag ik gewoon een keer gaan stoppen. Het AFA-stadion achter de kazerne was het decor voor Mechelen Club YLA. En voor de Mechelse vrouwen was het de eerste keer dat ze hier mochten spelen. Dat was alvast een leuke ervaring.
We zijn hier komen spaghetti eten allemaal samen voor aanloop van de wedstrijd om al dat groepsgevoel wat te stimuleren. De kleedkamer die veel groter is natuurlijk dan dat we gewoon zijn. De truitjes die klaar hangen. Nu, na afloop, de jacuzzi en de douches die veel groter zijn. Dus ja, dat pakken we allemaal mee. Daar gaan we allemaal iets van genieten. Naast genieten moet er ook gespeeld worden. En Mechelen komt aardig uit de startblokken tegen club. Maar zoals het hele seizoen al missen ze kwaliteit in de afwerking voorin. De eerste helft komt maar moeizaam op gang en het is wachten op een klasseflits om de wedstrijd open te breken. Davinia van Mechelen laat met een geweldige trap Bakarne kansloos. Mooie vrije trap van de topschutter van onze competitie. Geniet nog eens mee. Voetballend blijft het lastig voor Mechelen om aan echte kansen te komen. Maar het kan wel twee keer dreigen op hoekschop, die weliswaar geen grootse problemen opleveren voor de Brugse defensie. We gaan rusten met 0-1 na een magere eerste helft. De thuisploeg start ook goed aan de tweede helft, maar het blijft verfijning missen als ze in de buurt van het strafschopgebied opduiken. Het is een beetje het verhaal van het hele seizoen. We missen echt slagkracht vooraan. We kunnen een organisatie houden, we kunnen ook op momenten heel goed voetballen. Maar eens dat die 16 van de tegenstander in de buurt komt, zijn we momenteel zo onmachtig dat het heel moeilijk is om 100% kansen te creëren. Laat staan een keeper in actie te krijgen, laat staan een doelpunt te maken. Aan de overkant krijgen we nog maar eens Davinia van Mechelen, de speelster van de maand september. Laat zien dat ze de trofee niet heeft gestolen. Ze rond een mooie aanval van club af met het hoofd 0-2, met dank aan de voorzet van Boutjebi. De Bruggelingen hebben intussen de wedstrijd helemaal in handen. En als Boutjebi de bal teruglegt op Van Mechelen, tellen we deze ook al mee. Maar Bakarne denkt daar anders over. Goede reflex van de keepster. De bezoekers jagen duidelijk op nog een doelpuntje. De goed ingevallen Guns wordt het straatje ingestuurd, heeft alle tijd en ruimte, maar ze besluit naast. What the fuck is that? Het WTF derde doelpunt kan niet uitblijven. Mechelen wordt helemaal uit verband gespeeld en wie staat daar klaar om de bal binnen te leggen? Davinia van Mechelen. Met haar derde van de middag blijft ze ook topschutter in de competitie met nu al 9 goals in 5 wedstrijden. Ik speel een beetje op de 9 en dan moet je aanwezig zijn in de box. En dat was ik bij Standaar eigenlijk nooit. En nu ben ik daar altijd aanwezig. En dan heb je de perfecte teammates rond u die ballen kunnen brengen. En hoef ik ze maar binnen te tikken. Ook coach Dennis Moerman is onder de indruk van de prestaties van zijn poulain. Ook al heeft de ploeg het op bepaalde momenten moeilijk, is het wel iemand waar je mee naar de Noordlucht kunt. En de wedstrijd kan openbreken en het zeil naar ons toe kunnen trekken. Dus het is echt wel een wedstrijdbepaler en een gamechanger. En dan zie je ja, met zo'n vrije trap. Is het even uiteen de hang van het spel in, zou ik het niet noemen. Maar niemand verwacht op dat moment een doelpunt. Maar dan kan ze wel de boel openbreken. En dat brengt toch wel rust om zo iemand in de ploeg te hebben, ja. Een moedig KV gaat dus met 0-3 onderuit. Maar toch trekken de speelsters naar een feestje. En daar zit de afwezige reservedoelvrouw Rani Koenen voor iets tussen. Onze kiepster die gaat in het huwelijksbootje treden. Dus we gaan straks allemaal samen naar daar het dessertenbuffet aanvallen. En nadien ook nog wel een klein feestje bouwen, denk ik. Ja. Met 12 op 15 maakte Zulte Waregem alweer een vliegende start dit seizoen. En het maakte dus vol vertrouwen de verplaatsing naar Charleroi. De eerste kans is dan ook voor de bezoekers. Stijvers op Delvaux. Charleroi begint wel gretig, maar de kansen zijn voor SCV. Lotte de Wilde gaat uithalen van ver. Een zondagschot dat Delvaux verrast. 0-1 voor de bezoekers. 0 op 15, dat is de voorlopige balans voor de Zebras. Daar willen ze iets aan doen. Uitstekende bal van Deli op Ballon. Zijn haven ligt in de weg. Meteen daarna voorzet van Saki en Windels verwerkt zowaar in eigen doel 1-1. Het is pas het tweede doelpunt voor Charleroi dit seizoen. SCV zorgt voor de meeste dreiging. Stijvers slim naar Lefere. En die pakt uit met een prachtige lop. Zulte Waregem komt opnieuw voor. Net voor de rust blijft Iman Galay plots liggen. Het spel ligt meer dan 20 minuten stil. Galay moet uiteindelijk naar het ziekenhuis met vermoedelijk een probleem aan de nekwervels. Rusten doen we bij 1-2. Voetbal krijgen we in het begin van de tweede helft niet. Wel dit, het lijkt op een slag van Pirot aan Windels. Rode kaart voor Pirot. Voor de rest weinig animo in de partij. We zijn een uur ver als Stijvers overschiet.
En Charleroi probeert wel het vuur in de ploeg te houden, maar Zulte Waregem controleert. Tegenaanval met de pijlsnelle Talita de Grote. Delvaux redt met de nodige show. Zo blijft het 1-2 en 0 op 18 voor de Carolo's. Le projet était bien clair. On travaille sur un projet de 2 ans puisqu'on sait très bien qu'on est en pleine formation avec des filles. Et nous, ce qui compte, c'est les faire grandir et qu'on sera prêt l'année prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Ik denk dat we kunnen spreken van een perfecte start. We zijn de eerste helft weggespeeld door Club Brugge. De tweede helft hebben we ons goed hersteld. En alles na Club Brugge hebben we eigenlijk gewonnen. En ook de bekercampagne zijn we vlot doorgegaan. Dus dit kunnen we eigenlijk wel beschouwen als een hele goede start. Misschien wel de perfecte start voor dit Zulte Waregem. Standaard probeert de wedstrijd tegen Woluwe meteen in handen te nemen. Merkelbach krijgt wel heel veel ruimte, maar Willems staat op de juiste plek. Woluwe reageert via Wiaar, voorzet op bij Gijsbrechts, die muziek opwarmt. Ook de verre vrije trap van Bougaar kan de thuisdoelvrouw niet verrassen. Muziek vervangt Daman in doel, die een oogoperatie onderging. De eerste helft zien we bij beide ploegen veel strijd, maar weinig kansen. De hardwerkende Van Einde kan Gelders wegsturen, maar zij besluit te zwak. Een inspiratieloos Standaard zoekt de ruimte op de flanken. Gelders wordt weinig in de weg gelegd en plaatst de bal droog naast Willems. 1-0, dat is ook de ruststand. Standaard weet dat het beter moet in de tweede helft. Marinucci met de kopbal net voorlangs. Fondan met een goede rush, ze legt af. Gelders mist haar trap en Willems reageert alert op de tweede bal. Standaard dwingt heel wat vrije trappen af, maar doet er te weinig mee. Bougaar ontzet makkelijk. We zitten al in de extra tijd als Fonde ver uitgekomen Willems passeert en zo tekent voor de 2-0. Woluwe schiet nu wakker, Verdonk haalt uit van ver en 2-1. En nog is het niet gedaan. De supporters bleven wat op hun honger zitten vandaag, maar uiteindelijk kan Gelders toch 3-1 maken. En zo houdt Standaard de 3 punten in huis. Ik denk gewoon dat Woluwe een heel goed blok heeft gespeeld en ons niet de ruimte gaven om toch voetbal te spelen, maar we zijn er toch doorgekomen. Het doel is de prendre les 3 points. Après, on est exigeant, on essaye de toujours bien faire. Les joueuses ont donné le maximum en termes d'intensité, elles ont donné le maximum. Après, on aurait pu faire de meilleurs choix à certains moments. Mais voilà, il faut continuer à travailler aux entraînements. Je dois rester positif, hein. C'est que des matchs contre le Standard, contre Anderlecht vont être compliqués pour nous. Mais il y a du travail qui reste à faire, parce qu'il y a des matchs importants qui vont arriver, où il faudra prendre des points pour que le mental reste au sein du groupe. Ça, c'est le plus important. De uitslagen van speeldag 6 met allemaal wat verwachte uitslagen. Al gaf Genk Anderlecht wat weerwerk, zat OA Leuven stevig bij schot en ging KV Mechelen moedig ten onder tegen Club. In de rangschikking zien we vooral punten veranderen, zo goed als geen posities. Opvallend hier de leuke derde plaats van Zulte Waregem. Weliswaar met een match meer gespeeld, maar niettemin een fraaie tussenpositie. Het volgend weekend is het Flames weekend en dus geen competitievoetbal. Het weekend daarna is Gent-Malinois onze live match. Hopelijk tot dan.